In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Dames en heren, het is donderdag. Uitzending in mijn eentje. Want meneer Van Eersel zit in de achtbaan van Bobbejaanland. Van de spaarpunten van zijn lege flessen. En ik kan de uitzending dus alleen doen. En ik begin met een gemeentebericht. Gemeentebericht. Dames en heren, even een heel belangrijk gemeentebericht. Ten aanzien van het college van BMW plus gemeenteraad Bergijk. Het stilprotest, waarvan het thema natuurlijk is het beleid van de Keersoppermolen locatie. En de gemeente zegt erbij PS oude koeien uit de Keersop, maar wel relevante gegevens. De aanhaling is de aankoop van het perceel 1977 van P. Waterschoot uit Portugal. Eigenaar sinds 1949. Het bestemmingsplan, BP, onderdeelvoorschriften waren natuurlijk gewijzigd in 1973 en goed bevonden door de GS 1974, RO. Artikel 7 inwoont doeleinden ten behoeve van vrijstaande eensgezinshuizen. Vervolgens van de BP-voorschriften woonwatermolen nooit gebruik kunnen maken, dan wel dat gemeenten het BP hebben willen herzien op wijzigen. Nou, gemeente Bergijk verleende 3 maal hinderwetvergunning. Dat was in oktober 1983 voor agrarisch bedrijf Keersop, koffiemolen Keersop 2 en agrarisch bedrijf Keersop 3. De herziene PP voorschriften buitengebied 1996 voor Keersop 2 als aanvulling met recreatiedoeleinden, uitspraak RVS 22-8-2001. Dan zegt de gemeente er wel bij dat de familie Seuntjens arbitrage wenst. Tot zover dit belangrijke bericht. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Ja, dames en heren. De gasten die bij mij aan tafel zit. Dat is mevrouw Anouk van Dozel. Huh? Ik zeg net tegen de luisteraars dat mevrouw Anouk van Dozel aan tafel zit bij mij. Anouk. Ja, dat zeg ik. Anouk van Dozel. Ja, dat zeg ik. Anouk van Dozel. Met een oe. Met een oe. Met een oe is het. Anouk. Anouk. Ja. Ja. Hey, trouwens, waarom zit ik zo hard te praten? Dat is helemaal niet nodig. Luisteraars, Anouk van Dozel is... Anouk. Anouk, ja. Anouk. Welkom. Die zit aan tafel bij mij en die is namelijk specialist in gebarentaal. En die zet er nogal het beste beentje voor om mensen te overtuigen van het feit dat het heel belangrijk is dat mensen bijvoorbeeld in de medische zorg en dergelijke de gebarentaal machtig zijn. Anouk. Mag ik Anouk zeggen? Ja hoor. Kun jij eens uitleggen wat het belang is van gebarentaal? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk. Maar misschien niet voor de luisteraars. Nou, ik kan je wel vertellen dat de wereld van slechthorende mensen behoorlijk eenzaam is. Oh. Want het zal je maar overkomen dat je slechthorend bent. Hè? Ja. En dat je belandt in het ziekenhuis. En er staat een verpleegster aan je bed. Ja. En terwijl ze met hun rug naar je toe staan, geeft ze uitleg over de medicatie die je in je hand gestopt kreeg. Ja. Hè? Nou, dat kan je niet verstaan. Of de dokter bromt in zijn baard dat je maag nu op de verkeerde plaats zit. Op de plaats van je hart of zo. Gaat er mooi aan je voorbij. Ja. En... Of je zit in een gezelschap. Ja. Vertelt iemand een mop. Altijd leuk. Maar dan ben jij de enige die het niet kan meelachen. Maar je hebt niks gehoord. Toch? Nee. Die mop mooi in je voorbij. Dan vraag je om herhaling en dan zegt de humorist... Zeg, dove kwartel. Kun je geen gehoorapparaat kopen? Ja. Die me de eerste keer ook verstaat. Als een gehoorapparaat... plots al dat onbegrip zal wegnemen. Dat is niet zo. Nee. Oh. Gebarentaal is ook niet een veelvoorkomend gespreksonderwerp. Nee. Nee. Dus... Nou, dus moet dat meer gepraktiseerd worden.
Ja. Want er zijn toch best heel wat mensen die niet meer zo goed horen, hoor. Nee. Bent u zelf ook slechthorend? Zegt u? Of u ook slechthorend bent? Nou, dat valt wel mee, hoor. Ik ben nog best bij de pinken. Juist. Ja. Ja. Mensen denken dat snel, hè, dat je met doven werkt, dat je dan zelf ook doof bent. Maar dat is toch wel heel verkeerd begrepen. Je hoeft niet doof te zijn om met doven te werken. Wat zegt u? Dat je niet doof hoeft te zijn om met doven of slechthorenden te kunnen werken. Nee, wat is dat nou voor onzin? Nee, natuurlijk niet. Het is handig als je wel een beetje hoort. Toch? Ja, iets zachter alstublieft. Kunt u eens misschien, dat is misschien voor de luisteraars ook wel eens leuk. Want de meeste luisteraars kennen natuurlijk niet de gebarentaal. Kunt u een stukje in gebarentaal praten? Dan kan ik kijken of het misschien te begrijpen valt. Ja, wat moet ik dan zeggen? Bijvoorbeeld, antwoorden op de meest gestelde vragen over een uitvaart. Nou, oké. Okay. Dames en heren, Anouk gaat nu staan. Het is een hoop gezwaai. Heet die, hè? Ja. Het is een hoop gezwaai van armen en benen doen mee. Wordt in het eigen gezicht geslagen. Komt een beetje kwijlvrij. Ja, ze is nu aan de andere kant van de studio. Beland. Oh, daar komt ze weer. Oh. Ja. Nou, dat bijvoorbeeld. Nu hebt u gezegd in gebarentaal antwoorden op de meest gestelde vragen over een uitvaart. Ja. Ja, dat lijkt me nog een heel gedoe om dat te leren. Nou, dat is ook wel een studie van een jaar of 15, hoor. Heb ik er wel over gedaan. 15 jaar? 15 jaar. Ja. En krijgt u veel voldoening uit het beheersen van de gebarentaal en de contacten met de slechthorenden? Wat denkt u nou zelf? Dat is toch hartstikke mooi om mensen die niet kunnen horen een beetje te helpen. Om die blije gezichten te zien. Dat ze eindelijk is begrepen worden. Toch? Ja, ja. U put veel voldoening uit blije gezichten. Absoluut. Ja. Dat zit ook wel een beetje in uw... Een vriendelijke lach is wat ieder graag mag, zeg je altijd maar. Ja. De melodie van uw stem is ook een en al zachtheid, moet ik zeggen. En... Wat zegt u? De melodie van uw stem is een en al warmte en zachtheid. Ja, ja, dat hoor ik wel vaker. Van slechthorende? Hallo. Wil u nog wat weten? Nou, misschien voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn. Waar kunnen ze de cursus gebarentaal volgen? Oh, dat kan op verschillende plekken. Oh. We hebben op dinsdagavond in de gymzaal. Ja. Op woensdagmiddag is het naast het Sigarenmakersmuseum in Arendonk. Ja. En dan op vrijdag gewoon in het park. Daar hebben we nog geen ruimte voor gevonden. En is de cursus ook bedoeld voor slechthorenden zelf? Wat zegt u? Of de cursus ook bedoeld is voor slechthorenden zelf? Ja, vooral. Oh, vooral juist. Voor slechthorenden zelf. Maar ook voor de niet-slechthorenden is er plek. Voor alle geïnteresseerden is er plek. Ja. Nou, Anouk, ik hoop van haar... Ook voor blinde mensen. Pardon? Blinde mensen, mensen met een klompvoet... Iedereen mag meedoen. Heeft het veel zin voor blinden om gebarentaal? Nou, blind zijn kan ook heel eenzaam zijn, toch? Ja, ja. Nou, ik zou maar zeggen, heel veel succes daarmee. Ja. En laten we hopen dat er op die manier een beter contact tussen de diverse groepen van de mensheid komen, inclusief de gehandicapten. Ja hoor. Ja. Zal wel lukken, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja. Nou, bedankt hè. Ja. Dag. Wat zegt u? Ik zei dag. Dag, dag hoor. Tot ziens. Ja, tot ziens. Nou, je staat er als een gek te zwaaien bij de deur. Tijdje, mag ik even wat muziek hebben voor de slechthorende? Zet maar iets flink stevigs op.
politiebericht. Afgelopen dinsdag rond 1:20, dat is dus ochtends vroeg, heel erg vroeg, of s'avonds laat, net zoals u het hebben wil. Dat is een van de twee, maar het is dus dezelfde tijdstip. Dus zeg maar, je rekent vanaf 12:00 s'nachts, dat heet dan ook wel 00:00. En dan tel je er 1:20 bij op en dan heb je dus 1:20. Verwar dat vooral niet met 's middags 1:20, dat noemen we ook 1:20, maar dat is eigenlijk dus 13:20. Maar... om terug te komen. Op het politiebericht rond 1:20 is ingebroken in een woning aan de Van Dissellaan. En daarbij is de ruit van de voordeur ingeslagen. Uit de woning zijn sigaretten gestolen. En hoeveel is nog niet bekend. De eigenaar van de woning heeft het over een aantal wat varieert tussen 2 en 7 sigaretten. Want hij weet niet meer welk pakje die op tafel had laten liggen. Evengoed dus een schokkend bericht. Als nu ook al de laatste sigaretten die je in huis hebt gewoon schaamteloos worden gestolen. Een partij computers en kleuren tv's is ongemoeid gelaten. Jongeren van Bergijk, het leven is niet alleen maar gimpen, patat, mobiele telefoons, condooms, leren jasjes. Nee, je moet komen werken in Sint-Jozef. De bejaarden zullen jullie eeuwig dankbaar zijn. Bejaardenwerk, mooi werk! Radio Bergijk. Dat is even een bericht, dames en heren. En aan het bericht zit een beloning vast. Het is namelijk het volgende. Wie heeft afgelopen donderdagnacht in de Kerkstraat in Bergijk op het dak van een rode Daihatsu Garade staan dansen? Het betreft hier een jonge man, blond of donkerblond, met lichte broek en oranjeachtig t-shirt, in gezelschap van 2 andere jongens met lichte shirts, waarvan 1 met donker haar. Ze zijn door de eigenaar gezien en daarna gevlucht richting kerk. En een goede beloning voor de juiste tip in verband met grote schade. En dan moet u bellen 06-508-53370. Nou, ik hoop dat die jongens gevonden worden. Zeker niet met dat t-shirt met donker haar erop. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa zei altijd, zet je deur open voor de buren en je hart voor vreemden. Einde Bergijkse volkswijsheid. Nou, dames en heren, ondertussen tijdens de muziek die u er straks gehoord heeft, heeft Peer van Eersel gebeld vanuit Bobbejaanland. En het is een beetje een mislukte dag, heb ik begrepen. Het giet er werkelijk met pijpenstelen. Het komt met bakken de lucht uit. Staat een windkracht 8 in Bobbejaanland. En de meeste attracties zijn gesloten. Er is alleen een karretje van met suikerspin is open. En een draaimolen. Daar heeft hij nu naar eigen zeggen 4,5 uur op doorgebracht op die draaimolen. De ene keer in het brandweerautootje. En dan op het paard. En dan in de ambulance. En dan, nou ja, nog meer zo. Hij huilde erbij. Dus ik ben bang dat de spaarpunten van de lege flessen deze keer door meneer Van Eersel niet helemaal goed besteed zijn. Dit eventjes ter informatie. Morgen zal een verregende meneer Van Eersel dus de uitzending presenteren. En ga ik lekker onder de zonnebank zitten. Of zoiets. Van mijn lege flessen. De uitzending zit erop voor vandaag. Ik wens alle zieke beterschap en alle gezonde mensen kop op.